blijf dat gewoon het dikst vinden. Als je gewoon ergens fietst waar je nog nooit bent geweest. En het is zo machtig mooi. Het is gewoon de combinatie, hè, van nieuwe plekken ontdekken. Met een mooi gezelschap zijn. Dat je het gewoon comfortabel bent met elkaar. Ja. En dan... gewoon je ding doen. Gewoon je ding doen. Ik heb tegen jou al vaker gehad van echt zou willen is fietsen in gebieden die niet de meest obvious zijn voor fietsers. Weet je wel, Pyreneeën is super vet, Alpen is super vet, maar ik vind de plekken die soort van onontdekt zijn, die spreken nog iets meer tot de verbeelding. Ik wil mezelf wel wegzetten als meer als fotograaf en meer zeg maar mensen echt inspireren door een stukje beleving. Echt te geven. Daarom hou ik gewoon van dit soort plekken. Moet je ons hier zitten? Zonnetje erbij. Mm-hmm. Wat ik net dacht, als wij morgen Nosso ontbijten en dan Kolderad rondje doen. Dan gaan we Kolderad over Cayosa en dan gaan we daarna nog even koffietje doen bij Simos. Simos heet het toch? Simos. Ook mooi. Een Nederlander zegt Simos, in Spanje waarschijnlijk Tiamos. Tiamos. Oh ja. Het is Tiamos. Gaan we morgen naar Simos? Ja, oké. Ja, guilty. Ben je wel eens door Bolula gefietst? Dus dan kom je eenmaal beneden. Is dat een beetje leuk, gewoon voor foto's? Ja, ik denk dat je meer kans hebt in Torbena, eigenlijk. Ja. Dit is Torbena. Dat is waar we vorige keer ook volgens mij tegenaan fietsten, toch? Ja, dat ligt daar. Ja, dat klopt. Ik denk dat we daar wel uit de voeten kunnen. Ja, toch? Ja. Dus je gaat van Torbena naar beneden naar Cayosa. En dan heb je op een gegeven moment, dat is natuurlijk allemaal supersnel. En dan heb je één punt. Daar zie je best wel snel na dat dorpje, hoe heet dat nou ook weer, dat dorpje erbovenop? Torbena. Torbena, oh ja, dat zijn het. Maar als je daar doorfietst, dan kan ik jullie namelijk zo nog best wel lang zien rijden. En je hebt die twee Haarsvatbochten, hè? En die dan, hele krappe. Dus zo. Dan moet je daarvoor wel stoppen, want daar wil ik angle shots nemen. Ja. Ja. Die zijn ook heel vet. Geluk? Mhm. Is top of kut? Nou, een beetje knippen eruit. Ah, dit is goed, ja. Willen we hier nog wat schieten? Je hebt met het bord. Ik vind het ook altijd mooi als je er net overheen komt rijden, maar... De helling is net niet... Niet stijl genoeg. Nee, niet stijl genoeg om dat mooi te krijgen. Ja, of ik moet helemaal daar gaan zitten. Ik wil ook een beetje voorkomen dat we ergens iets van maken wat het niet is. Dat mensen dan via Instagram getriggerd worden om hierheen te gaan. En dan hier staan. Wat ik dus ook heel vaak op gewoon bekende plekken heb. En dat denk van, nou, was op Instagram toch mooi, hè? Nou? Ja. Dus, let's not do it. Daar heb ik bij heel veel chicks op Instagram. Dat zie je het echt op Instagram wel. Mooier. Ja, dan zie je het in het echt en denk je, nou... Ik zei gisteren tegen Ruben, het is 20 jaar, denk ik 20 jaar geleden nu, dat ik hier voor het eerst was rond Kalpen. En dat was gewoon als trainingskamp. Mm-hmm. Ja, dat is 2003 geweest, denk ik, zoiets. Ook voor het eerst, toen gingen we naar Benidorm. Maar voor het eerst in het voorjaar. Naar Benidorm. Ja, maar hey. Dat is dood. Wisten wij veel. Eigenlijk was dat heel mooi. Ik was met een ploeggenootje bij mij thuis. En toen zei hij, weet je wat we moeten doen? We moeten op trainingskamp gaan. Toen zei ik, ja, wat denk je dan aan? Toen zei hij, ja, al die profs die gaan allemaal richting Benidorm. En we moeten gewoon zo'n reisje boeken. En het duurde 10 minuten voordat hij naar beneden kwam. Toen zei hij, ik heb geboekt via Yiba. Had hij gewoon geboekt. Mm-hmm. En toen, dus via Yiba naar Benidorm gevlogen. Voor het eerst fiets mee in een vliegtuig. Ja, gewoon een week hier rondrijden. Als voorbereiding op het seizoen. Hij deed een opleiding fotografie. Dus hij had zijn cameraatje mee. Dus dat deed hij toen al. En ik wilde gewoon doorfietsen, trainen. Dus ik vond het heel irritant als hij stopte voor foto's. Dat weet ik ook nog grappig. Maar dat is dus 20 jaar geleden. En intussen, ik ben hier bijna elk jaar geweest tot en met 2014. Dat was het jaar dat ik stopte. Ik was er toen heel erg klaar mee met heel het fietsen. Omdat het voor mij altijd over presteren ging. En altijd over je cijfers op je fietscomputer en weet ik veel wat. En ik kwam er eigenlijk pas achter toen ik stopte met fietsen. Dat ik nooit van fietsen genoten had. Echt van gewoon het fietsen aan zich. Maar dat het altijd ging om dat presteren. En om een stukje prestatiedrang. Waarschijnlijk uit onzekerheid. Iemand willen zijn. Je persoonlijkheid aan ontlenen. En, ik had eigenlijk nooit gedacht dat ik zoveel jaar nadat ik was gestopt nog zou fietsen. Maar er eigenlijk zelfs meer van zou genieten dan dat ik destijds deed. Want ja, door heel de komst van Instagram en meer bezig zijn met wat ik wil vastleggen. En ben ik eigenlijk meer in het moment. En meer aan het genieten van het fietsen op zich. Ja, maar het is wel vet als je dan die foto's ook ziet. En dan denk je ook weer van, oh ja,
dat moment. En toen hebben we, zijn we daar naar beneden gereden en toen kwamen we dat tegen. En wat we net deden, dat ik zei van weet je nog dit moment. En dan pak ik mijn Lightroom erbij en dan laat ik het je zien. En dan het beeld roept meteen zeg maar de associatie op die je op dat moment had. Want je wist nog weer precies van, oh ja, toen had ik zoveel honger en toen moesten we nog dat stuk. En ja, dat vind ik ook wel vet aan het vastleggen hoor. Soms denk ik wel eens, hoe ga ik dit nou thuis vertellen? Hoe ga ik, ik bedoel, ik was met Leonie 2 jaar geleden in Italië. En toen had ik een mooie rit gemaakt via Komoot, gewoon iets in elkaar geklikt. En op weg gereden, ik dacht van ja, ik ken het hier niet, maar dit is zo supermooi. Ik was in Toscane. En toen kwam ik terug en toen dacht ik, ja, maar dit gevoel wil ik met het delen. Daar kan ik wel moeite mee hebben dat ik denk van ja, dit gevoel kan ik niet overbrengen op geen manier. En toen heb ik met Komoot ook een soort route in elkaar geklikt. Ook met een koffiestop en weet ik veel wat. Toen zijn we dat echt 150 kilometer en zijn we dat gaan rijden met de auto. Dat vond ze wel echt heel erg nice. Maar dan nog is het voor mij heel anders in de auto dan op de fiets. Gewoon die wind, het gevoel van snelheid door bochten, klimmen, het afzien. Ja, het gevoel van vrijheid. En ik vind fietsen ook een manier om in het leven een beetje te vertragen ten opzichte van een auto. Want met een auto knal je dat kruispunt over. Heb je met die 80 km per uur heb je niet eens de tijd gehad om naar rechts of naar links te kijken op die kruising van hey, hoe ziet dat straatje eruit? En dat heb je op de fiets wel. En dan draai je ook makkelijker om. Ja. Dat vind ik wel echt een voordeel van fietsen. Dat het trager gaat. En niet zo traag als lopen. Dan kom je helemaal nergens. Dan heb je een actieradius natuurlijk van helemaal niks. Ja, je gaat hard genoeg om iets te zien. Ja. En zacht genoeg om het te echt laten bezinken. Echt op te zuigen. Op te nemen. Ja, klopt. Ja, dat vind ik een mooie. Je gaat hard genoeg om iets te zien. En langzaam genoeg om het te laten bezinken. Ja, het is een soort consensus tussen die twee. Balans.